Iedere gamer die in de jaren 90 actief is geweest, kent hem vermoedelijk wel. De grote, harige aap met een rode stropdas. We hebben het hier natuurlijk over Donkey Kong. Op 21 februari verschijnt het allernieuwste deel in de Donkey Kong Country reeks. En daarom vind je op nwtv.nl de komende week 4 videospecials. Vandaag is het tijd voor Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. Het laatste deel in de eerste reeks bouwde verder op de verbeteringen uit Donkey Kong Country 2. Het realisme verdween wat meer qua werelden en de graphics werden verder opgepoetst. Daarnaast werd dit keer niet alleen Donkey ontvoerd, maar ook Diddy moest eraan geloven. Daardoor kwam er ruimte voor een nieuwe telg in de familie, de baby Kiddy Kong. Kiddy had veel weg van Donkey, maar was wel wat lomper. De game verscheen in 1996, wederom dus een jaar later. Net als de twee eerdere delen werd het spel zeer goed ontvangen. Vooral in stijl was er overigens veel vernieuwing en ook genoeg ruimte om een vierde deel op voor te borduren. Een Donkey Kong Country 4 kwam er echter nooit, mede door de verkoop van ontwikkelaar Rare een aantal jaren later.